Ga hem even resetten, hè? En dan ga je zien, normaal gezien, ik denk. Dus kijk, ja, even al inderdaad goede ontvangst, maar dan heb je de trick, hè? Dan is het alweer vertrokken. Dus dat is heel snel. En dat is wel een groot voordeel, zeker op de brug. Dat je, ja, ik denk, binnen de 5 à 10 seconden echt wel ontvangst. Stap je smorgens in de wagen en je bent vertrokken. Hoef niet meer na te denken, oh shit, hij staat. Ja, ja, inderdaad, maar soms was het zo, je moest misschien 5 of 10 minuten wachten. Dat kan ik nooit. TMC klep in de zijkant. Dat is voor de FM-antenne. Ja. Ja. Ik ga even kijken, maar dan ga ik wachten. Dan ga ik de GPS ontvangen en even weer uitschakelen. En dan? Naar 500 meter rechts afbiegen. Dat zou helpen. Ja. Daarna snel terug ontvangst, dat ik het niet kan tellen. Dat hij dan altijd weer op de huidige locatie springt. Rechts afbiegen. Heb je binnen ook ontvangst van die, er zit hier een zender die heeft de verkeersinformatie voor de messen. Ja, maar die is, dan heb je inderdaad een FM-kabeltje nodig. Maar ja, ik ken het in principe wel, hè, dus die afbiegen zitten er wel. Ik zou het wel in voor voorstellen. Deze had een camera, of niet? Deze heeft geen camera. Dit is geen Mio-model met camera aan de nee. Nee, dat is eigenlijk dan op de... Dus is puur, ja. Okay. Kun je zelf eigenlijk alles naar gaan kijken. Dan kan je dan gewoon rechtstreeks naar navigeren of bepaalde gegevens naar opvragen. Dus dat is wel een stukje op mijn telefoon. Dus telefoon die uiteraard kan opvragen. Dus dat is ook wel gemakkelijk een beetje naar aan te doen. En als je naar een POI wil gaan zoeken, moet je niet meer per se in POI's gaan zoeken. Kijk je gewoon parkingplaats. Mm-hmm. Ja, dat is wel. Na 400 meter is de tweede ausfahrt in Kreisverkehr. Uitschakelaar bovenop of? Ja, dat is de reset knop. Ja, dat is ook de power knop of de TMC opties is gewoon file vermijden en waarschuwen bij gebeurtenissen. Ja, bij een alternatieve route aanbieden natuurlijk. Nemen Sie die zweite Ausfahrt. Thank you.
Thank you.